in de competitie heb je natuurlijk al mensen aanwezig op het park die 's ochtends gevoetbald hebben. Dan zit je tegen die grens aan. Dus als we daar, ik denk als Orion of AWC hier komt voetballen, dat we naar een of andere registratie moeten gaan toch. Daar zijn we nog over na aan denken, hoe we dat gaan doen. Er wordt flink gepuzzeld om te zorgen dat alles verloopt volgens de regels. Op de club merkt voorzitter Carla Goossens dat de gebeurtenissen waarbij de koning en de minister de coronaregels overtraden, het draagvlak niet ten goede zijn gekomen. Grappenhaus, die daar een voorbeeld van is, die de regels overtreedt. En je merkt wel dat dat wel meewerkt in de acceptatie van de regels hier. Hè? Dat werkt tegen je. Ja, en dat is heel jammer, want ik denk dat we juist ook bij de voetbalverenigingen gewoon heel goed op weg zijn. Een aantal maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de veiligheidseisen die hen zijn opgelegd. Normaal hebben we parasols, maar als het slecht weer is kan je die niet gebruiken. Dus we hebben nu een grote tent neergezet met grote tafels waar mensen in ruim omheen kunnen zitten. En dat zou dan zo moeten gaan werken. Dat is het eerste weekend dat we dit gaan doen. Hier is ook alles ruimer neergezet, zodat iedereen gewoon op afstand kan gaan zitten. Of je doucht in shifts. Of dat je meteen naar huis gaat. Dat laatste adviseren wij dan wel op de training en bij de wedstrijden. Ik kreeg het advies om alles zo visueel mogelijk te maken. Dus ik heb heel veel lint gekocht. En overal anderhalve meters afgezet waar mensen niet mogen staan.